Dit is de compacte Bosch Benvenuto Classic TCA 5309, om eens lekker compleet uit de hoek te komen. Het is een volautomaat met knopbediening. Daar zal niemand problemen mee hebben. Je kan de sterkte afstellen in twee standen. Laat het lampje dan maar branden. Je kan een kleine kop en een grote kop zetten. Je kan stomen of heet water gebruiken. Dat is lekker voor een bakje thee, maar ook lekker als je je kopje grondig wil voorverwarmen. Je kan de uitloop verstellen naar een hoger of een lager glaasje. Je kan schuimen met dit pijpje door gewoon de kraan open te draaien, melk in een hoog glas te doen. En dan gaat hij opschuimen en dan heeft u melkschuim voor uw cappuccino of uw espresso of latte macchiato. En zo komt er mijn espresso uit. Met een verrassende crème laag. En dat is een goed teken. De kleur is mooi en de koffie is snoeiheet. Oh, dat is waar. Hij staat op een kleine 88 graden. Dat is best warm. Smaak is uitstekend. Er komt gewoon een erg goede koffie uit. Deze stalen maalschijven doen hun werk prima. Belangrijkste bij zo'n basic machine, want feitelijk is dat het. Niet met allerlei schermen, niet met allerlei hevige afstelmogelijkheden. Belangrijk is dat er gewoon een erg goede koffie uitkomt. En dat hebben we gezien. Gemakkelijk is de waterbak aan de bovenzijde van 1,8 liter maar liefst. Dus vaak naar de kraan lopen, dat is er niet bij. De molen zit op deze plek. Er is een afdichting om het geluid te dempen. Op de deksel. Er kan 250 gram koffieboon in. En aan de achterzijde, hier kan u de maalgraad zelf fijner of grover stellen, wat u wenst. Hier een klepje waarin u uw reinigingstabletjes kan doen om het systeem schoon te houden. Niet voor gemalen koffie bedoeld. Let daar even op, het staat er tenslotte. De Z-groep zit achter deze klep, kan er makkelijk uit. U tilt dit oranje hendeltje even naar voren en u schuift de Z-groep naar u toe. En als u nou eens in de week dit gedeelte en het persje grondig met lauw water afspoelt, doe dat vooral 's avonds. Laat hem dan drogen in uw afwasbak. En als u dan 's morgens er weer bij bent, hoeft u alleen maar de zetschroep die lekker droog is geworden, dus geen schimmel kan vormen, op zijn plek te zetten, het grendeltje op zijn plaats. De machine is dan gereed voor het eerste kopje koffie van de morning. Het afvalbakje, wat wij dan het lekbakje noemen, en het opvangbakje voor de koffiekoekjes, is ruim bemeten. Kijk, zo moet nou zo'n koekje eruit zien. Dan staat uw maling fijn, dan blijft hij compact en valt hij niet uit elkaar. Dan heeft u het beste resultaat, de mooiste extractie van uw koffie. Makkelijk te legen, makkelijk te herplaatsen. Heel belangrijk is het onderhoud van uw koffiemachine. Naast het schoonspoelen van de Z-groep moet u ontkalken. Ga ervan uit een keer of 6 per jaar, dus iedere 2 maanden. Heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkerssetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.